met de kinderen en met de vrienden gaan we lekker eten. En wat gaan we nog meer doen? Nou, vuurwerk is nog even de vraag. Vorig jaar was ik heel enthousiast, ik heb heel veel vuurwerk gekocht, maar onze kinderen waren alleen maar heel erg bang. Dus papa stond alleen vuurwerk af te steken. Dat is niet zo leuk. In het principe, we gaan gewoon naar bidden met de hele familie. We prijzen gewoon Heer, wat heeft voor ons gedaan. Nou, we zijn gewoon een paar minuutjes gewonnen voor de Heer. Ja, omdat dat is ons gewond. Wij gaan dan ook heel veel vuurwerk afsteken en we gaan, als dan de klok 12 uur slaat, dan pakt een van ons, die pakt een champagnefles en die gaat dan schudden en die drukt de kurk eraf. Niet veel bijzonders. Gewoon lekker thuis zitten met de familie en geen vuurwerk afsteken. Beetje eten, beetje drinken en dan daar is wel mee gezegd. Gewoon in het dorp, mijn geboortedorp, ga ik gewoon de hele dag een beetje kabeel schieten, dat soort dingen. Een beetje bier drinken. Eigenlijk niks. Eigenlijk doe ik met jaar gewoon lekker thuis, helemaal in mijn eentje. Dat is misschien raar, maar ik vind het wel lekker. Voor mij is oudjaarsavond niet echt iets bijzonders. Dus ik heb wel lekker dingen in huis en zo. Ik ga lekker voor de tv zitten. Niks hoeven. Dus dat is mijn oudjaarsavond. Bij mijn kameraden vieren. Vuurwerk afsteken. S'avonds, s'middags met allemaal kameraden vuurwerk afsteken. Vuurwerk afsteken. Wat voor vuurwerk? Rotjes en trektouwtjes. Moet je daar zo om lachen? Ja. Wat ga jij doen met oud en nieuw dan? Vuurwerk afsteken. Zijn jullie niet bang voor je vingers? Nee, tuurlijk niet. Oud en nieuw, nou, dan komen onze buurvrouw en schoonzuster. Dat vieren we oud en nieuw, hè. Dat is al jaren traditie. Thuis zitten met mijn vriendin. Lekker borrelen. Wat eten, hè. Zo ziet het jaar. Ja, losschool. Tja, het is maar één keer oud en nieuw. Dus we gaan wel losschool. Maar ja, na 12 uur ga ik bij de familie langs. Ga naar onze dochter. Aan de kant van Vinkhuizen. Nou, niet te veel. Hier met de markt hebben we zulke drukke week gehad met de kerst. We doen een beetje rustig aan met de oude nieuw. Mijn goede voornemens voor 2008. Tijd maken voor leuke dingen. Eerder de vakantie plannen. Vaker samen een weekendje weg. Ik neem een hobby. Minder snoepen. Happy New Year. Happy New Year. To everyone in here. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. I hope you have lots of cheer. Happy New Year. Happy New Year. To Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Redelijk. Redelijk goed jaar. Ja, mag niet mapperen. Mag niet mapperen, nee. Doe ik ook niet. En wat verwacht u voor 2008? Als ik de krant moet geloven, kunnen we straks ons voedsel niet meer betalen. Maar ik ga er niet van uit dat dat doorgaat. Maar... We hebben een geweldig jaar gehad. Ja. Maar het is voorbij gevlogen. Wat maakt het zo geweldig? We hebben... het is eigenlijk... We zijn heel gelukkig, denk ik. We hebben heel harmonieus. Heel weinig gebeurd eigenlijk. Heel weinig rare dingen gebeurd. 2008, wat verwachten jullie daarvan? Onze kinderen worden wat groter. Dus we hebben heel veel tijd weer lekker voor elkaar. Dat is wel heel makkelijk. Dat is wel lekker. En voor de rest geen schokkende dingen, toch? Nee. Een beetje saai allemaal. We zijn eigenlijk hele saaie mensen. Nou, gemiddeld genomen prima, hoor.
En als 2008 hetzelfde is, dan doe ik het ervoor. Oh, een goed jaar. Ja, goed jaar. Ja, 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 zeker. Okay. Wat verwacht u voor 2008? Qua politiek verwacht ik dat het kabinet valt, als je dat graag wil weten. En ik verwacht nog wat overstromingen links en rechts. En wat aardbevingen, zoals ieder jaar. En verder hoop ik dat Nederland een beetje wakker wordt. Dat ze eens een keer wat lief zijn tegen elkaar. Dat verwacht ik. Dat klinkt heel somber. Nee, ik denk niet somber. Dat is de realiteit. Dat was een bewogen, leuk jaar. Verhuisd. Dus ja. Ja. Maar wel, kijk wel met goede terugblikken terug. Ja. En 2008, wat verwacht u daarvan? Nou, dat weet ik niet. Laat ik wel op me afkomen. Ik zie het wel. Ja, laat maar over je heen komen, denk ik, want stel allemaal zoveel verrassings. Ja, op het ene moment dan hebben ze dit en het volgende moment dan hebben ze weer dat. En ze doen maar wat. Het helpt je toch niks. Wat je, die kun je er wel druk over maken, maar dat helpt je niks. Dat helpt je toch niks. Wie zijn ze dan? Nou, wat dacht u? De regering. Ja, dacht ik. Dat dacht ik. De ene keer hoor je dit en de andere keer hoor je weer dat. En het is vaak zo, hè? Als ze er eerst maar zitten, dan vinden ze het wel goed. Laat het maar over je heen komen. Je kunt het toch niet tegenhouden wat ze doen. Help je niks. Heeft u het gevoel dat u zelf niet iets aan... Kijk alleen maar naar die ziekteverzekering en zo. Ze doen het je toch? Ze bewijzen je waar je bij staat, je hebt toch niet veel te zeggen. Nee. Toch? In 2007 was een heel mooi jaar. Ik heb een eigen bedrijf en ik had mooie klussen op niveau. En gewoon hele leuke mensen en van alles gedaan wat ik wou doen. Dus ik hoop dat 2008 hetzelfde wordt. Plezierig, goed. In het begin leek het niet zo geweldig, maar het is steeds beter geworden. Wat was er in het begin? Nou, mijn vrouw is geopereerd in de benen en al zo'n ding meer. Dus, maar het gaat allemaal prima. Dus, gelukkig wel. Ja. Wat verwacht u van 2008? 2008. Ik verwacht dat er meer mensen in de armoede terechtkomen, hier in Nederland. Want die hier in Den Haag, die brullen wel allemaal van het gaat allemaal zo geweldig. Als je dan rondkijkt links en rechts, dan gaat het niet zo geweldig hoor. Wij merken het hier ook aan de verkoop, dus dat er mensen zijn die toch minder te besteden hebben. Wordt steeds erger. Wat relaxter zijn, niet zo vaak driftig worden, op tijd komen, vaak een bloemetje mee voor de vrouw. Stoppen met roken. Aardig zijn voor collega's, prioriteiten stellen, vaker naar theater, zuiniger zijn met de centen. Wat meer ontspan. Want je bent nogal jachtig in het leven, dus dat wil ik wel. Na een vertrokken af kom ik dan niet. Dat wil toch niet. Iedere keer neem ik het voor, maar dat wil niet. Dit jaar maar niet meer. Ach, ik begin er helemaal niet meer aan. Ik heb altijd goede voornemen, maar het lukt niet altijd. Ik heb altijd de voornemen dat ik niet meer te driftig zou zijn. Ik ben een echte driftkikker. Maar doe maar. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Maar dat werkt niet met het driftig zijn? Niet helemaal. Ik word wel wat ouder, het wordt wat bezadigder allemaal. Maar er zit nog steeds heel veel drift in het lichaam. Dus, Hele goede voornemens gemaakt. Net zo doorgaan als het afgelopen jaar. Vorig jaar had ik als goede voornemen afvallen onder andere. Ik ben 15 kilo kwijt. En hoe deed je dat? Door vooral heel anders te gaan eten. Veel minder vet en wel goed te eten. Veel groenten. En heel regelmatig te eten. En weet wat je eet, dat is het belangrijkste. Ietsje minder.
En ook ietsje minder drinken. Dus niet elke dag lekker een glaasje wijn, maar om de dag. Nou, en ietsje meer bewegen in die volgorde. Maar vooral heel anders gaan eten. Maar dit is dan het Jan Willem Wolf dieet. En dat werkt ook hartstikke goed. Dus, Nee, ik heb geen goede voornemens. Nee. Waarom niet? Ach, elk jaar heb ik wel weer wat, maar elk jaar hou ik me er ook niet aan. Dus, Ik probeer het hele jaar door wel zo goed mogelijk gezond te leven en leuke dingen te doen. Dat is niet iets wat ik aan het eind van het jaar ga verzinnen. Nee, vorig jaar ben ik in februari gestopt met roken. Niet in januari. In principe, nee, ik vind het niks. 1 januari een datum prikken om te zeggen van ik stop met roken of dit. Nee, vind ik niks. Dus ik heb geen goede voornemens. Nee. Oh nee, dat doe ik niet meer. Ik heb alsof, wat moet ik dan voor goede voornemens, hè, op die leeftijd? Alles wat heb ik, dat is goed. Dus nee, ik zou niet weten waar ik nog behoefte aan heb op het moment. Ja, ik overweeg te stoppen met roken. Maar dat is wel heel erg moeilijk. Dat doe ik al een paar jaar, maar ik wil het nou maar een keer doorzetten. Een paar jaar? Ja, ieder jaar probeer ik het. Ieder jaar lukt het niet, maar ik wil dit jaar echt proberen. Waarom zou het dit jaar wel lukken? Nou, ook voor mijn gezondheid. Want ik heb wel wat waarschuwingen gehad, dus ja, dan moet je een keer eieren kiezen voor je geld, hè? Nee, daar kom ik toch niet naar. Altijd maar rommel opruimen, vroeg opstaan, meer vette vis eten en natuurlijk meer bewegen. Zal vast de geschiedenis ingaan voor onze stad als het jaar waarin de snelle trein niet kwam. Maar deze stad doet het al heel lang zonder snelle trein. En we doen het ook al heel lang goed. Dus ik was niet van plan me door die nare gebeurtenis van de wijs te laten brengen. Groningen heeft verder eigenlijk een heel goed jaar achter de rug. We hebben ook een zeker zelfrespect herwonnen. Niet alleen omdat FC Groningen het goed doet en de Euroborg een enorme uitstraling heeft, want ik ken behalve de Kuip en de Arena geen andere stadions die bij hun naam in de landelijke publiciteit worden genoemd. Maar ook omdat we allerlei dingen met elkaar hebben gedaan dit jaar die toekomst beloven. Bijvoorbeeld kiezen voor een tram. Als we niet overspoeld willen blijven door de auto's van mensen die buiten de stad wonen, dan moeten we dat openbaar vervoer tussen stad en regio per tram zich laten afwikkelen. En daarom was het belangrijk om die stappen op weg naar de tram te zetten. Dat geldt ook voor de keuzes van een architect voor het Forum en de benoeming van een directeur voor het Forum dit jaar. Er wordt kortom hard aan gewerkt. Voordat we al dat geld bij elkaar gecollecteerd hebben in Den Haag en in Brussel, zijn we wel weer een jaar verder. Maar ik heb goede hoop dat het lukt om deze stad een cultureel hart te geven aan de grote markt, waar je alle informatie kunt vinden, alle geschiedenis bij elkaar kunt brengen en ook de actualiteit kunt volgen. Kortom, een plek waar jong en oud met plezier naartoe gaan. 2007 is ook het jaar waarin we op het gebied van veiligheid best trots kunnen zijn. Niet alleen waren we in staat om inbraken aan te pakken, mensen die op straat beroofd worden, de daders te vinden, maar de politie is ook dichter bij de burger gekomen, is mijn gevoel. En dat is belangrijk, want met de menskracht die we hebben, de veiligheid verder vergroten, blijft een van de grote prioriteiten. 2007 was ook een jaar waarin landelijk in de politiek mensen wel hele zware woorden gebruikten. En ik ben altijd blij dat Groningen daar niet aan meedoet. Dat wat voor geloof iemand heeft of wat voor kleur iemand heeft ons niet zoveel interesseert. Dat we een beetje respectvol met elkaar om blijven gaan. In dat opzicht blijft Groningen een heerlijke plek om te wonen en te werken. Dat bleek ook uit een onderzoek in Europa in 2007. Toen zijn 70, 80 steden met elkaar vergeleken en aan de burgers is gevraagd, wat vindt u eigenlijk van de lucht, is die fris genoeg, van uw overheid,
Wat vindt u van het wonen in uw stad? En uit dat onderzoek kwamen de Groningers als de meest tevreden burgers van Europa tevoorschijn. Nou moet u niet denken dat we dan op het stadhuis lekker achterover gaan leunen, zo van dik voor elkaar. Het is echt een stimulans om dat zo te houden en waar nodig te verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van de sport, waar we een stevige discussie met elkaar voeren om opgelopen achterstanden in onderhoud en in gebouwen in te gaan lopen de komende jaren. Daar gaan we veel geld voor uittrekken, maar dat geld moet wel, als het ware, bestemd worden. Dat is een heel debat. En zo is er iedere week en iedere maand in onze stad wel wat aan de hand, waar we met elkaar naar kijken en waar we, geloof ik, bij betrokken zijn. En daarom vond ik het fijn om voor oog ook even naar 2008 te kijken, naar het jaar wat voor ons ligt. Laten we Groningen zonder snelle trein, maar dynamisch houden en zorgen dat we op eigen kracht sterker worden. Dat moet met name voor de mensen die al te lang aan de kant staan. Dat gaat beter, maar nog niet goed genoeg. En we moeten op blijven passen op de mensen die in onze stad geen dak boven hun hoofd hebben. Die op straat zwerven, die bedelen. Ik weet wel dat er heel veel stadjes zijn die zich daar ook aan ergeren. Of daar bang voor zijn. Maar uiteindelijk gaat het om mensen die net als iedereen recht hebben op een fatsoenlijk bestaan. Ook op hem zullen we letten in 2008. Ik hoop dat u thuis met de uwe een gelukkig nieuwjaar hebt en een gezond nieuwjaar. En dat we op alle Groningers, van welke kleur en van welk geloof en van welke achtergrond, een beetje zuinig zijn in 2008. Gewoon iedereen de allerbeste wensen voor 2008. Iedereen een heel goed 2008 te wensen, iedereen. Ik wens opa en oma een heel fijn 2008. Nou, ik eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Ik kan geen namen noemen, iedere mens. Ik bedoel, iedere mens is speciaal en iedere mens moet gewoon toch in vrede en in rust leven. De beste wensen voor mijn ouders en mijn schoonouders. En voor al onze vrienden. Ik wens iedereen geluk en spoedig nieuwjaar. En een groot zegen allemaal. En iedereen in Groningen. En iedereen goed is als knal en de familie. Ik wil graag heel graag gelukkig nieuwjaar wensen. De beste wensen aan iedereen en vooral mijn familie, vrienden, collega's natuurlijk. Allerbeste voor het nieuwe jaar. Mijn vader. Opa en oma. Mijn opa en oma. Mijn vader. Mijn opa en oma. Ik wens FC gewoon de allerbeste wensen. Ik doe de beste wensen voor iedereen in Groningen en wijde omstreken. Ik wens alle kijkers een gelukkig en gezond 2008. Ik doe de beste wensen aan iedereen die ik ken en zeker naar mijn broertje, naar mijn ouders toe en natuurlijk naar mijn vrienden. Oud-collega's, vroeg en mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En mijn schoonzoon natuurlijk. Dan krijg ik ruzie met mijn dochter. Mijn schoonouders, mijn vader en mijn vriend. Alle beste wensen aan iedereen en wees jezelf, speel geen rol en dan komt er heel veel goed en krijgen we ook nog weer een mooie zomer. Ik doe aan iedereen de beste wensen en veel gezondheid, wat wil je nog meer? Ja. Nou, voor mij is het precies hetzelfde. Ik zou zeggen van kop de vuur en doorgaan zoals het is. Nou, de beste wensen aan iedereen. Het maakt mij niks uit wie het is. Ik hoop dat iedereen een gelukkig 2008 heeft. Mijn kinderen en mijn familie. Beste wensen aan mijn familie. Ik geef de beste wensen aan iedereen, vooral aan mijn familie en een gelukkig nieuwjaar, 2008. Nou, alle bekenden en andere mensen gun ik ook allemaal het beste, hè, voor het komende jaar. Dat, maar als je het krijgt, is vers 2. Hè? Alle mensen die kijken, de beste wensen. Ik hoop dat het ook voor u een goed jaar mag worden. Een mooi jaar, geluk en liefde wens ik u. Happy New Year, Happy New Year, may we all. Happy New Year.